Was hartstikke gek. En die was eigenlijk dichter. Die maakte prachtige gedichten. En die stuurde die dan naar de Rotterdammer. Bekende krant van hier. Ja. En wat hij dan ook deed, was dat hij heel Nederland afreisde. En overal brieven postte met epistels. Die zei, die Nanninga was een gevoelig gedicht. Dus dat kwam er allemaal binnen. Uit de hele regio. Ja. En ze dachten, ja, dat is toch wel goed. Dus uiteindelijk kwam die met zijn gedicht gewoon op de voorpagina terecht. Over welke tijd spreken we dan? Nou ja, 1958. En mijn vader was een soort dwarse man. Die eigenlijk constant in opstand was tegen de maatschappij die er op dat moment was. Dus het was niet zo dat hij tegen een bepaald soort iets was. Maar als de maatschappij veranderde, veranderde hij ook. Ja. Dus hij was eerst een soort dichter, hippie in een geblokte jas. En ging naar de, maar dat was natuurlijk later toen ik al er was, naar de opstand van de studenten in Parijs. En dan ging hij, zei hij tegen moeder, nou ik ben even weg. En dan zat hij daar 3 weken zat hij daar te schaken bij de Sorbonne en zo. En dan kwam hij weer terug en dan zei mijn moeder, en hoe was het? Ah, dat was een goede opstand. En zo, dat soort dingen. En dat was voor mij volkomen normaal. Die vader, die hebben we beschreven, die komt direct nog wel in het verhaal. Maar jouw moeder, ja. Een bakkerij. Ja. Was het een bakkersfamilie dan? Nee, mijn overgrootoma, die woonde op een boerderij, een herenboerderij. Wat nu de Waalhaven is. Ach, en die herenboer, ik voel hem al. Die van destijds, dus ja, ze wilden die Waalhaven graven. Dus ja, ja dat was echt een tiet geld, zegt mijn moeder. Ja. Die werden gewoon in één keer echt puissant rijk. Ja. En die herenboer, die voorzag zijn kinderen van een hoop geld. Ja. Dus mijn oma, die had heel veel geld. En die had ook weer kennis aan een gewoon bakkertje uit Pernis. Zij als niemands verdriet ontmoette deze Dedert. En zei, lieve schat, lieve Willem heette die, zullen wij een bakkerij beginnen dan maar. En die liet toen op de Katendrechtse Slagendijk, die liet daar een pand bouwen op nummer 305. Wat is het? Ja. 300, kijk, nee joh. Kijk. Cadeautje of Feyenoord. Nee, Herford, wat is dat? Ja, weet ik waar veel. Waar zijn de gamellen? Waar is de slagroom? Ik bedoel, wat is dit? Herford? Dit is www de... Herford. Dit zijn de deuren van de bakkerij. Dit, hier. Dit. En dit was de winkel. Kijk, ja. Dat weet ik nog. Dit was de etalage. Hier stond met Pasen stonden chocoladehazen en alles. En dit was gewoon de winkel. Wat zou het nou zijn dan? Huh? Ja, dit is een verzekeringsmaatschappij. Een financieringskantoor of zoiets staat erop. Het is leeg of zo. Ja. Zou er veel post liggen?
Zie je wat? Ja, dit is, nee, dit is allemaal niks. Nee joh, dat hoef je niet te doen, want het is een uitdragerij. Ja. Hier wordt geen verzekering meer verkocht, hoor. Nee, Herford is ik zie een bewaardoos van karwei en een oud kassie. Oh, nee. En ik zie schilderijen die van de muur zijn gehaald. En iets wat moderne apparatuur en een hondenbak. Nee, joh. Om uit te drinken. Hey, maar kan je je voorstellen hoe dat was? Het was prachtig. Ja. Het was van die grote etalages. En dan hier ging je door de deur. Zou dat ook dicht zijn? Mijn moeder kwam echt uit een fantastisch gezin. Bakkerij, Kaatsslagendijk. Dedert. Het was toen een heel bekende bakkerij. En mijn vader schaamde zich heel erg voor zijn ouders. Dus hij had tegen mijn moeder gezegd, ik heb geen ouders meer. Hier was de bevoorraad. Ja, hier was de bakkerij. Hier. Maar we moeten kunnen kijken of we misschien aan de achterkant door kunnen komen of zo. Ik ga even vragen. Mag dat? Ja. Hier is van de fanshop Feyenoord. Dan kan je je eigen stoeltje meenemen in het stadion. Het is een soort vallen voor... het is niet een verkeerde man, maar vallen voor de bohemien, voor de zigeuner, voor de spannende man. Ja. En hij heeft zich ontwikkeld... Ik ben echt een vaderskindje. Tot een zeer flamboyante, ook nog op latere leeftijd, eigenwijze, inspirerende, fantastische vent. En origineel, ik denk ook dat hij daardoor in de reclame terecht kwam. Want hij begon dus als dichter bij de Rotterdammer. En toen werkte hij zich daarop tot de reclameafdeling, want hij kon ook heel goed babbelen. Ja, uiteindelijk had hij zijn eigen bureau. Hallo. Ik heb hier vroeger gewoond, althans op 305, toen er nog een bakkerij was. Oh, ja. Weet u wat daar nu zit? Weet ik niet. Daar zit... Want er zat een verzekeringsmaatschappij, maar het is daar dicht. Of zo. Ik weet niet. En weet u of we nog aan de achterkant kunnen komen? Want het was een bakkerij en aan de achterkant, weet ik nog, was een soort van plateautje of iets waar je de bakkerij in kon. Ja, moet je hier achterom lopen. Achterom lopen? Achterom lopen, ja. Nou, dan gaan we maar er staat op de deur fanshop Feyenoord. Van de voetbalclub. Oh, voetbalclub. Is dat vroeger? Is al, die is heel vroeger. Is failliet. Heel oud. Ja, is oud weg. Je hebt steeds gezegd van... Want ik weet nou nog niet hoe het heet. De Katermakersdijk? Nee, Katerslagendijk, zijn wij. Misschien wel kindertaal. Maar het is dus de Katendrechtse Lage Dijk. Maar Katerslagendijk. Oh. Ik denk dat het misschien wel iets is zoals ik het zei of zo. Dit is de oude punt, hè? Dus we zijn net langs... Zoals je de straat inloopt. Ja. Dan kom je langs de bakker. Zo was het. Ja, maar dat heb jij toch niet meegemaakt? Nou, dit is toch van voor de oorlog? Daarvoor, ja. De achterzijde. Oh, ja. Dit zijn binnentuinen. Dit zijn... Oh, maar daar kom je niet meer bij. Daar kom je niet meer... Oh, daar zit een slot op. Daar kom je niet meer bij. Maar kan jij hier vandaan zien ongeveer dan welk huis nou, het was? Het is het oude huis, dus het is... Denk dit ik, is waar allemaal die... gloednieuw, hè, wat hier staat. Hè? Ja, maar daarnaast, kijk, waar dat balkon is... Ja. Volgens mij woonden ze daar. Want boven was de badkamer, het eerste bad van Rotterdam. Zou het niet open zijn? Nee. Het staat er gewoon op, hè. Het staat gewoon bakkerij op. Waar? Waar staat bakkerij dan? De cameraman zegt... Er staat bakkerij op. Bakkerij op, zei hij net. Oh, heel waar, goed. Waar? Ja, kijk. Zie je bakkerij? Ja. Ja, nou, precies. Maar dat was vroeger wel altijd daar een balkon en zo. Ja, maar ja, je bent sinds 1904 niet meer geweest. Je bent 4 jaar lang correspondente geweest in Parijs. Je hebt Jacques Chirac, die was toen geloof ik president. Ja. Je hebt generaal Schwarzkopf van de Golfoorlog heb je geïnterviewd.
En daarna ga je schrijven over Gordon. Ja, maar wat maakt dat nou uit? Het is allemaal wat mensen beroert. Hè, wat ik bedoel, aanraakt. Ik zeg altijd, de meeste mensen zijn net wolven. Dus die kijken naar elkaar. Oh. En dan zijn die bekende Nederlanders zijn een soort van rolmodellen. Oh. Dat je denkt van, nou oké, hoe doet die dat? Of het kan troostend zijn. Oh, die maakt ook een echtscheiding mee. Of die maakt ook overspel mee. Of dat. Ja, ja. Dat is een beetje wat erachter zit. We lopen nu al in, zoals een Amsterdammer zou zeggen, Charlois. Charlois, Ferry. Charlois. Charlois. Gewoon Charlois. Ik werd in 58 geboren, in de koudste winter sinds tijden. Het was ook min 24. 28 februari 58. Oh. Begon ze vliet. 139. Ik vind het een keurige buurt. Maar ik heb toch ook wel bewondering voor je. Dat, ik bedoel, als ik Gordon zou interviewen, dan denk ik dat ik nou drie zinnen het potloodje neer zou leggen. Nee, met Gordon heb je om het jaar ruzie. Dat dan, het notitieboekje weer dicht gaat. Ja, nee, maar goed. Maar jij krijgt er een heel verhaal uit. Ja, maar dat komt omdat ik gewoon zelf geen mening heb op dat moment. Zij zijn de ster. Jij luistert en hebt geen mening. Dus je bent eigenlijk eerder een soort echt klankbord. En dan nog heb je met Gordon elk jaar ruzie. En die ruzie duurt dan wel maar drie maanden. Waar heb je dan ruzie over? Oh, over iets wat hij interpreteert als iets naars. Of. En dan echt heftige ruzie. Hè? Met Gordon heb je altijd niet ruzie van een beetje van... Maar dat hij zegt, en ik gooi de volgende keer dat je ziet een glas wijn in je gezicht en zo. Dat soort mailtjes heb ik wel gehad. En dat gaat dan helemaal nergens over. Ja, maar dan gaat het nooit, want ik weet niet aan de hoeveelste relatie nou bezig is. De 48ste. 48 of 49, ja. Ja, Gordon is wel van de relatie. En iedere keer... Maar dan moet de journalist toch ook tegen hem zeggen van... joh, hou eens op met dat gelul, sodemieter. Nee, maar Gordon is iemand met een heel klein hartje. Dat is een hele lieve man. Nou, dat geloof ik niet. Jawel, jawel. Dat is echt zo. Dat geloof ik echt niet. Nee, waar hij onhandig in is... is dat hij zelf geen enkele kritiek duldt. Juist. Echt niet. Precies. Nou, dat is al. En hij geeft het dan iedereen. Kan het geen aardige man zijn. Jawel, want daarin... het is altijd nog dat kleine jongetje. Een leuke huisje. En mijn moeder dus... die beviel van mij ergens daarboven. Er waren het dubbel bovenhuis. Ja. En dan had ze... ze woonde in, hè, want er waren toen helemaal geen huizen. Dus waarschijnlijk... Nee, want, dat stond er nog niet natuurlijk. Dat nog niet? Dat denk ik niet. Ik denk nou, dat denk ik wel. Ja? Ja, dat is al voor de Tweede Wereldoorlog. Dat is dan allemaal helemaal mooi gerenoveerd en zo. Ja, dat denk ik. En ik denk dat ze dat heel goed onderhouden hebben hier. Ja, dat zou kunnen. Is ook een stukje Rotterdam waar je je fiets nog buiten kan laten staan. Man, het is hier veilig. En wat dacht je van vuilnisbakken met planten erin? Hoe gezellig. Ja, dat zijn oude vuilnisbakken. Tegenwoordig hebben ze die plastic container. Een week las ik weer dat die... José Hoebe, die heeft nou weer ruzie met die Johnny Walker, hoe heet die? Bonnie Walker bedoel je? Oh ja, Bonnie Sinclair, ja. En denk ik, waar gaat dit nou toch over, jongens? Ja, maar dat is ook een kant van de journalistiek. Nou, en ik ben ook weer doorveranderd. Dit is weer klaar. Ja. En ik ben nu weer bezig om na te denken en te managen over hoe we... de krant zeg maar de volgende 5 jaar doorbrengt. Daarboven? Dan moet het zijn gebeurd. 139. Dat is nu A en B, maar volgens mij was het één huis. Oh, het was een dubbel bovenhuis, dus dat klopt wel. Ja. Dus dan, waar het helemaal boven is, daar was het. Met een hele lastige mevrouw. Maar wat gebeurde hier? Dit is de 139. Ja, hier beneden woonden ze. En dan was het zo, als mijn moeder vertelde, dan ging de bel. Ja. En dan ging zij de trap poetsen, want ze wilde niet dat er bezoek kwam. Dus dan zat ze in de weg. En dan zat ze ook echt zo te bewegen van links naar rechts. Dat omdat ze er niet door kon. Oh. Ja. Hoe voorzagen ze zich in levensonderhoud dan? Nou, mijn vader was toen geloof ik dichter.
En nou, toen, dat verdient niet veel, hoor. Nee. En toen werd hij aangenomen dan op de reclameafdeling van de Rotterdammer. Want ja. En wat hij ook nog heeft gedaan, hij was dus snel dichter in de Bijenkorf op een gegeven moment. Kijk aan. En de directeur van de Bijenkorf vond dat wel een leuke gozer. Mm-hmm. En toen had hij gezegd, ja, ik heb een vrouw en zo en nu, ja, dan kan je hiervoor blijven werken. Ja, wat dan? Dan ga je maar snelkookpannen demonstreren. Ja, snelkookpannen. Nou, mijn vader die bakte nog geen eitje. En dan ook echt de hele Bijenkorf, vertelde mijn moeder, naar spruitjes. Want dat was het enige gerecht dat mijn vader kon klaarmaken in die snelkookpan. Je herkent er niks meer, hè? Ik was te klein. Ja. Maar het is wel leuk om... want die heb ik dus als klein kind ook. Ik heb hier denk ik leren lopen. Absoluut. En dan, of je was wel heel erg laat. Nee. En ik weet dat mijn vader vertelde dat hij een hekje voor de trap, hè, want dat was allemaal heel stijl. Ja. En ik was natuurlijk wel een vrij eigenwijs kind. Ik was toen al een beetje een jongetje. Dus dan probeerde ik over dat... Nog steeds een eigenwijs kind. Ja. En dan probeerde ik over dat hekje heen te klimmen. Want goede journalisten zijn eigenwijs kinderen. Vervelende kinderen. Ja. Maar ik herinner mij nog, hoewel ik absoluut niets met het Koningshuis heb, dat de Telegraaf destijds de meest exclusieve foto's had. Van Maxima. Van Maxima en Willem-Alexander, maar... de vrouw van de beveiliger van Willem-Alexander. Ja. Van een beveiliger. Nee, de. De. Er is er maar één. Ja. Die kwam naar mij toe. En we hadden ontmoeting, zoals in de film, in een parkeergarage. All the President's Men. Precies. Deep throat. En ze zei tegen mij, ik wil wat bijverdienen. En toen zei ik, Betaalt die prins en waarde? Ja. En toen is ze, om een lang verhaal kort te maken, voor mij gaan werken. En vanaf dat moment heb ik haar ook nooit meer gezien, want het was heel ingewikkeld. We moesten dat geheim houden. Ja. Zij keek in de agenda van haar man, waar hij naartoe ging. Boeddha. Dus die man wist het ook niet. Nee. Naar Boeddhapest en welk hotel die zat. En zei ze, oh lievertje, welk hotel zitten jullie? Nou, en dan brieten ze dat naar mij door. Maar dat ging nog op een ingewikkelde manier. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, ik word afgeluisterd. Ja, maar heb je dat bewezen gekregen dan? Dat je Nou, ik denk het wel. Dus wij waren heel voorzichtig. En die mevrouw, die ging naar een soort honingparties. Die organiseerden ze dan. Honingparties? Honingparties van de lekkere honing van de boerderij. Ja. En dan stuurde ik iedere keer naar zo'n honingparty. Ja. Iemand van mij. Ja. Dus, maar dan ook niet van de krant, weet je wel, maar vriendinnen en van alles. Ja. En die gingen daar briefjes ophalen. Dus die kochten honing en die stond op Boeddhapest Hotel, flippenflappen, dan. En dan belde jij een fotograaf. En dan ging mijn fotograaf naar Boeddhapest Hotel Flip. Dus we waren in orde waarvan ze dachten, dat kan niet, dat kan niet. Berk is helemaal kwaad en ja. En is het nog goed gekomen met dat huwelijk van die beveiliger? Of, Nee. Nee, het is misgegaan. Mm-hmm. Ja, hij is er uiteindelijk achter gekomen ook? Ja. Nou, heb je dan geen wroeging? Nee, want zij kwam naar ons toe. Ja. En dat Suzette is hier geboren? Dat Suzette is hier geboren en leerde hier lopen. En probeerde al door over het hekje te klimmen van de trap. Maar mijn moeder me een keer van af heeft geplukt vlak voordat ik neerstort. Oké. Dat was het. Dat was de natie voor een hele hoop ellende behoed natuurlijk. Dat was natuurlijk een heel eigenlijk een goed plan geweest van mij. Dus eigenlijk is het mijn moeders schuld. Ja. Toch? Ja. Dus alle ellende die alle veroorzaakt zijn. Ja. Koninklijk huis die kwaad is. En die in de grond. Precies. Ja. Bel mijn moeder. Precies. Wij gaan eens een deurtje verder. Zeg, is dit de rally van Rotterdam die ik nu aan het lopen ben? Of, Ja, een marathon is het. Nee, het is... Hier was de rolschaatsbaan, maar die is dus weg. Want ik weet niet wat ze daar nu gaan doen, maar... Oh. Maar, hier was het? Je was eerst in de Boelgroense Vliet. Ja, daar ben ik geboren. Ja, en daarna En daarna hier naartoe. Ja, oké. Okay. Dus hier heb ik gewoond van mijn... vierde tot mijn negende of zoiets. Of derde tot mijn negende.
En hoe heet het hier dan? Hoge Boomweg. Wie? Gaan wij wel dan? Kaartendrechtse Lage Dijk. Nee. Hoge Boomweg. Hoge Boomweg. Hoge Boomweg, hoek Rotterdamse Dijk. Hier woonde jij. En dan woon ik dus helemaal hoog. Dus dan woon ik aan de linkerkant. In mijn seinpaal. Bellen? Ik ben hier groot geworden. En we zijn een film aan het maken over mijn jonge jaren. En ik vroeg me af, mag ik heel even bij u komen kijken? Ja. Hij gaat even overleggen met zijn vrouw, denk ik. Dat was meneer Seinpaal. Dat was hem. Oh, hier staat het bordje. Schiedam doorgestreept. Zie je het? Dus je vriendinnetje woonde eigenlijk in Rotterdam? In Rotterdam. En mijn papa die parkeerde de auto, een Volkswagen Kever. Daar dan. Waarom in Rotterdam? Ja, Rotterdam, hè. Ja, maar ik kan hier toch ook staan? Ja, maar nee. De auto staat in Rotterdam, dus wij zijn Rotterdam. Hallo. Hey. Hi, ik ben Willem Nanninga. Hallo, ik ben Ferry de Groot. Mag ik heel even kijken? Of nog iets? Iets dat ik me herinner. Hey. Hi. Oh, wat ontzettend leuk, ja. Ach, wat hebben jullie het hier leuk? Hey. Wat is nu opgenomen? Zijn we... Oh, ja. Ja. Maar wat... Ik weet, maar volgens mij was vroeger een kamer als suite. Het zou kunnen, het was eerst een driekamerwoning. Ja. Of een vierkamerwoning, sorry. Ja, dat was een kamer als suite. En dan was daar volgens mij een badkamer, daar was alleen maar een tuil. Ga je volgens in een tuil, ja? Ja. Wel een douche, want het was een vreselijk modern huis toen. Kijk dan. Grappig, zeg. Ja, hier kon je de tram zien, V, dat is wat voor jou. Oh, dat zou ik de hele dag bijhouden. Jij zou de hele dag buiten zitten. Hupje, de 7, hé. Die is te laat. Ja. Nou, vooral te vroeg, hè. Te vroeg, is dat erger? Ja, vooral als je te vroeg in de remise was. Dan, dan kreeg je een rapportje. En als je 10 rapportjes had, kreeg je een kerstbrood. Met Pasen. Dan krijg je er ook een bijl bij. Oh. Echt wel? Ja. En dit was jouw kamertje? Dat was mijn kamertje. Mijn bed stond hier. Ja? Hier lag ik in bed zo. Ja. En ik weet niet wat ik nou verder nog had. Ik had ook een poppenwagen en een wiegje. Ja, dat zal wel volgestaan met speelgoed. Ja. Hè? Oh, wat grappig. Ja. Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Maar ik voel het gewoon wat? Weer. Nou, dat het hier was. Ja? Ja, echt. Leuk, man. En wat voel je dan? Ja, in mijn buik vlinders. Echt waar? Ja. Leuk. Echt. Wat grappig. Ja. Grappig. Echt leuk. En aan de overkant woonde mijn vriendinnetje. Ja, dat kan je hier vandaan zien. Ja, daar konden we... Kijk, als zij dan op het balkon ging staan en ik ook, dan konden we communiceren zo. Oké. Ja. Oh, een fotootje. Oké. Kijk eens, kijk. Kijk in de... Oh. En is dit ook de plaats delict waar je een jongetje... Ja, het was ergens... Nou, misschien is het wel die boom. Dat... Want het was een beetje uit het zicht. Je had ruzie met een jongetje? Nee. We speelden indiaantje en cowboytje. Oké. En ik was de indiaan. Ja. En ik had ook echt zo'n tooi en zo alles. Ja. En zo'n bijltje van plastic. Ja. En hij was cowboy. En ik zei, nou is het vervelend iedere keer die cowboys te winnen. Dus ik ga nu de Indiaan gaan winnen. En hij was ook vrij sterk. Dus ik bond het jongetje aan die boom vast. Stond mijn moeder op dat balkonnetje en riep, Wilma, eten! Nou, ik hoorde naar eten, maar helemaal niet meer denken aan. Nee, en mijn moeder kon het net niet zien. Die zag wel dat poppetje van Wilma daar ergens en die boom. Maar hij stond onder dat loof natuurlijk, aan die stam. Ja. Ach, Jezus.